Plan je werken aan je beschermd erfgoed, een klassieke restauratie of een heus ontwikkelingsproject? Doe je iets met nieuwe technieken? Of heb je gewoon een heel sterk idee om een nieuwe dynamiek aan je erfgoed te geven? Doe dan mee aan een van de oproepen voor een erfgoedpremie, die de minister voor Onroerend Erfgoed jaarlijks lanceert. Elke oproep heeft een eigen thema. Past jouw idee binnen een thema? Niet aarzelen, gewoon meedoen. De eerste stap is de preselectie. Een beetje zoals bij Eurosong, daar wil je gewoon bij zijn. Na de lancering van een oproep heb je enkele maanden de tijd om jouw preselectiedossier in te dienen. Je bezorgt ons een overtuigend concept met een realistische kostenraming. Ik beoordeel jullie projecten jammer genoeg niet. Hiervoor hebben we zorgvuldig een vakjury geselecteerd. En dan beslist de minister of jouw dossier door mag naar de volgende ronde. Ik duim alvast. In de volgende stap werk je jouw dossier volledig uit tot een definitieve indiening. We onderzoeken dan of het dossier inhoudelijk in orde is en daarna kent de minister de premie toe. Dan vliegt het jouw richting uit en mag je starten met restaureren, opbouwen en verbouwen. Maar, voorzichtig hè, het gaat hier wel om erfgoed. Zo helpen we jou om van ons Vlaams erfgoed weer echte parels te maken.